stempjes zijn allemaal hetzelfde, alleen weerstempjes anders. Weerstempjes vervangen van een andere. Ik heb er eentje gekregen met het verkeerde weerstempje, dus bij mij doet hij het. Dus dat lekker hard. Power. Zijn er anderen die hebben ze nog sterker trouwens? Dan moet je inderdaad denken aan, van, oh, is dat een crashje van mij? Je kan via het Wheel Extreme nog sterker krijgen dat je het ding in de fik kan steken op afstand. Oh, ja. Ja, je was er voor de smiet in beslag genomen bij de douane, maar dan heb je deze een heb wapen in de... Ja. Ik heb deze al in de batterij. Ik had die voor eerder nog een andere vuren. Die had ik inderdaad gekocht op het feit dat er een vuurtje bij zat. Maar deze hebben we gebruikt om inderdaad deze ballon door te hebben. Maar mijn paarse laser is leeg. You're on. Oh. Hi. Maar ik moet zeggen, hou die ho. Oké, dan gaan we verder. Certificate Authorities. De black box van PGI, zullen we zeggen. Wat doen die nou? Wat hopen ze nou te bereiken? Hoe werkt dat nou? Allerlei processen en dingen. Uiteindelijk komt er in ieder geval op neer. Aan de ene kant kun je gekscherend zeggen, respect my authority. Aan de andere kant zeggen de CA's dat best wel vaak. Aangezien dat iedereen hier minstens een beet. Een Mac of van Linux zo te zien. Nou, ik denk aan rond de 100, 120 is niet meer aan root CA's erin hebben zitten. En dan denk je 100 partijen om te vertrouwen, dat moet toch wel lukken. Het probleem is een stukje groot, hè? Dat ga ik zo meteen ook proberen te illustreren. Hoe spannend het echt is. We hadden net dus dat certificaat gegenereerd. Dan ga je dus naar zo'n CA toe. Eigenlijk ga je niet naar CA toe, je gaat eigenlijk naar Registration Authority, RA. Dat is meestal een persoon, een front office. Die front office persoon, die gaan dus uiteindelijk die persoonlijke personal ID check doen. Dat is jouw aanvraag. Heb je wel betaald? Voor sommige instanties best belangrijk. Gelukkig voor mijn certificaat niet. Het is al betaald door iemand anders. Scheelt. Dus ja, dan moet je dus denken inderdaad dat je personal information wordt gecheckt en of je dus inderdaad allemaal, of je inderdaad wel gerechtigd bent om die signing procedure te doorlopen. Dus een leuke toevoeging. Je hebt tegenwoordig het verschil tussen een blauw slotje, of geen kleur eigenlijk, en een groen slotje in de HTTPS-wereld. Dus ga kijken in je browser. Het groene slotje betekent een EV, Extended Validation. Dat zijn extra dingen. Ik heb dat niet in mijn slides opgenomen wat EV precies is, maar het is wel even leuk om te vertellen. Er zijn dus verschillen. En een van de verschillen van EV zit in de groene versie, die je dus bij de banken ziet. Mensen die niet 10 euro neerleggen, 100 euro per jaar, maar die tussen de 3 en de 8000 euro per certificaat neerleggen. Waar zit het verschil nou in? Het is toch hetzelfde format, hetzelfde soort signing? Wel, het verschil is dus dat ze dus die personal ID check nogal serieus nemen. En dan gaan ze daadwerkelijk proberen om langs te gaan en allerlei records te achterhalen, te bekijken. Is de aanvrager nou daadwerkelijk degene die bij de postbank werkt en de aanvrager is van de postbank certificate? Die hij dus wilde hebben voor de www.postbank, of eigenlijk nog veel spannender, mijn ING.nl. Want dat is uiteindelijk de echte inlogserver die ineens een SAML spelletje gaat doen. En dat, is, dat kun je pas doen als je dus de SSL-laag gedekt hebt. Nou, dat is dus uiteindelijk het stukje wat je dus met de EV hebt. Dus bij een EV-certificate zie je dus dat er meer druk ligt op die RA. De mensen die daadwerkelijk gaan checken of jouw aanvraag wel bij jou hoort. Dat geldt dus ook, stel dat je dus een wat simpelere variant hebt van een CA. Dan moet je heel misschien claimen en vertellen dat je DNS record van jou is. Hij kan de Whois database bekijken. Dat is tegenwoordig ja, is gewoon niet gevalideerde informatie wat er in de Whois database staat, die hier komt uit info. Daar kan wel eens een keer wat mee misgaan soms, dat weet je niet. Een van de belangrijkste dingen om te claimen dat je eigenaarschap hebt van je DNS is dat je dus een heeft er iemand Google Apps toevallig? Dat is vanzelfde trucje. Google Apps 1. Wat heb je moeten doen in je DNS-record? Aanwijzing aanpassen.
Je moet een aantal tekstwerkers toevoegen om te bewijzen dat je inderdaad controle hebt over de DNS. Daar hebben ze checks op. Heb je dat ook gedaan? Dus in de header van de website iets aanpassen. De header van de website? Ja, je kon meerdere dingen aan kiezen. Er waren een stuk of 5 opties. Pils. Dit is ijstie. Alleen clubmatig. Ja. Oké, wie kent de CCC-conferentie? En hackerspaces en dat soort dingen. En iemand die terug? Eén handen. Twee handen. Okay, daar kan je dit soort exclusieve drankjes wel krijgen. Dit is dan ook nog eens een keer de wintereditie. En die hebben we niet echt niet iedereen. Dankjewel, Arne. Altijd leuk. Dus ja, dit is nice tweet. Oké, okay, waar was ik? Oké, okay, CA's check ongeveer op dezelfde manier als dat je dus DNS tekstrecords kan aanpassen om te claimen dit is mijn DNS omgeving en ik heb eigenaarschap over dit stuk van de DNS voor dat domein. Als je die tekstrecords mag aanpassen, dan kan de CA dat geautomatiseerd controleren of die dus inderdaad dat de random data of die bij jouw aanvraag hoort of die daadwerkelijk inderdaad daarbij hoort. Nou, dat kan hij dus controleren en daarmee kan hij dus geautomatiseerd die check doen. Op zich is dat natuurlijk niet zo heftig en spannend als de creditcardinformatie zelf bekijken. Meestal combineren ze dit soort controles. Wil je een EV-certificate hebben, dan gaan ze wel een heel stuk verder. Dan komen ze misschien zelfs langs, omdat het niet ernstig is. Bottom line, je hebt nog steeds ergens een CSR-file. En die CSR, die... daaruit creëert de CA dus uiteindelijk het nieuwe certificaat. Die gebruik je als input om dus door die hele procedure heen te komen. CSR-file kun je mooi uitlezen. Boven zie je een open SSL request input file en dan kun je dus inderdaad dat ding zo laten printen. En dan zie je dus dingen staan als... nou, je ziet hier staan een version nummer van 0. Dat komt omdat die, dat voor mijn aanvraag dat gewoon automatisch op 0 zet. Het moet meestal het cijfer 2 zijn om aan te geven dat het 3 is. Iedereen die IC programmeert, super logisch. Voor wie is mijn aanvraag? Wat is mijn public key? Dat staat dus uiteindelijk hier geschreven. En mijn public key is niet zo sterk. Maar dat is niet een 1020 bitmark. Dit is een oude slide. Ja. Dit mag tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig moet het 2048 zijn. Alles lager dan dat, dan word je genaaid of het is gratis, hoop ik. Maar 512 kan je reverse engineeren met een zootje PlayStations of supercomputer of UNEC, met GPU's. Wat op zich gedemonstreerd is vorig jaar toen de Microsoft omgeving ergens een certificaat had van 512 bits. Die werd reverse engineerd, dat was de allereerste dat die dat niet alleen maar geclaimd vanuit het CBI en de TU Eindhoven als doelbaar, maar ook daadwerkelijk als exploit werd toegepast. Yes. Maar is het een echt reverse engineer of is het meer brute forcing? Half, half. Eigenlijk heb je ook wel gelijk. Het is, ja, ze hebben wat leuks gedaan. Het is een hele talk op zich. Maar het komt er in ieder geval op neer dat ze misbruik hebben gemaakt van hoe sterk de key is, hoe sterk het hashing algoritme, want het werkt ook nog eens een keer samen met het feit dat het een MD5 hash was die ze gebruikt hadden op een 512-bit key. Dus dubbele fout in mijn optiek. En dat zat bij iedereen bij de Microsoft omgeving, dus voor de software updates werd dat gebruikt. De grap is dus dat ze segmenten waar die... Wat ik heb laten zien aan het certificaat, segmenten van het certificaat waren dus gelijk gehouden en vastgepind. En alleen maar stukjes die er niet toe doen aan de controllers, die hebben ze gemanipuleerd. Dus dat stukje is brute force geweest. Ze hebben bekend, ja, het is inderdaad geen reverse engineering. Maar goed, ze hebben dus inderdaad precies lopen knoeien van, goh, dit stukje van het certificaat en dat stukje van het certificaat wil ik behouden en de rest ga ik veranderen. Net zolang totdat mijn MD5 sum weer klopt, met whatever weer erin gegooid is. Dus dat helemaal voor de politie. Werd dus gebruikt, werd succesvol gebruikt en diverse mensen waarvan het niet helemaal goed te tellen is hoeveel, die hebben dus inderdaad waarschijnlijk malware binnengekregen, gesigned door Microsoft.
groeps. Dus het is belangrijk met wat voor public key je dus inderdaad bezig bent en welke cijfers je bezig bent. In dit geval SHA-1. Ik heb geen MD5 certificaat ooit in mijn eigen handen gehad, die van mezelf. Ik ben begonnen 10 jaar terug al met SHA-1 gebruiken. Technisch zou je zeggen, oké, met OpenSSL shell commando's kom je dus uit op, oké, nu gaan we hem signen. We gebruiken dus als input file de CA private key. Daarmee ga ik dus uiteindelijk die hele signing request doen en ik zeg, nou, het is heel leuk, maar ik wil deze begin- en eindtijd erin hebben zitten, want dat is, komt overeen met mijn creditcard betalingsmoment ofzo. Oké, dit is leuk. Op je shell, maar uiteindelijk gebeurt het in dit soort apparaten. Dit is wat de CA's bijvoorbeeld gebruiken in hun productieomgeving. Ze hebben er uiteraard 2. Dit noemen ze een HSM, Hardware Security Module. Het principe is zo dat als je hem aan de binnenkant zou openmaken, daar waar het flashgeheugen zit, dat als je dat gaat openmaken, dat die chip eerder breekt dan dat jij hem zou kunnen uitlezen met een elektronen. Spectrometer. Een ander apparaat wat je in een laboratorium vaak tegenkomt. Dat is in ieder geval de hoop van het hele systeem. Het werkt aardig met epoxy en zo. Ik weet niet of iemand wel eens daarmee gespeeld heeft. Maar je krijgt dus nooit je private key eruit. Behalve als je dus inderdaad een speciale procedure met deze keys doet, is een autorisatie keys. Je hebt ook speciale andere keys en daar kun je dus uiteindelijk zeggen, ik wil hier mijn private key in genereren. Die mag nooit bekend worden en nooit uit het apparaat. Behalve voor één voorwaarde, dat is dat je het naar een ander apparaat van gelijksoortige kwaliteit. Kan iemand gokken waarom je dat zou willen doen? Waarom zou je 2 van die HSM-modules willen hebben altijd? Dan komt de salespersoon van SafeNet van daarmee. Redundancy is 1. Waarom? Ik ben heel warm met redundancy. Redundancy is belangrijk. Ja, hij is nogal kut als één apparaat uitvalt en niemand weet die code ooit. Allemaal niet meer toegankelijk. Stel je voor dat de private key van, neem iets groots, VeriSign of Komodo, ineens weg is. Kunnen ze geen certificaten meer genereren, maar ze kunnen ook geen revocation lists meer uitsturen om uiteindelijk te zeggen, dit certificaat is gehackt, die is geabused, dit moet ik niet valideren en dit is niet meer oké. In andere woorden, dat is het moment dat dat ding stuurloos wordt. Dus die private key weg. Daarom hebben ze dus altijd 2 van dit soort modules, omdat die scenario's dus te ondervangen. Als je een hele grote CA hebt, hebben we er waarschijnlijk een stuk of 3 of 4. Om inderdaad die redundancy echt keihard in te pakken. Want als die private key niet meer uitgehaald kan worden, dat is mooi, dat aanvallers die fysiek bij dat apparaat staan, niet die key eruit kunnen trekken. Daar doe je het voor. Maar ja goed, als je het zelf ook niet meer kan, dan heb je een probleem. De hele business gaat in één keer stuk, plus dat er echt van alles door is gegaan. Goed, HSM modules. Dit is een groot variant, die hebben ze ook heel klein. Die voor mij is inmiddels stuk, dat was een USB apparaat. Met net zo groot als een USB stick, zeg maar. Alleen met dan met 32 kilobyte aan data opslag. Dat was net goed genoeg voor 4 keys. Dus je kan ze dus heel groot en heel klein kopen. Dat is op zich wel belangrijk. En stel dat je hardware tokens gebruikt, of bijvoorbeeld bij de ING, of you name it. Je bent een werknemer bij een of ander bedrijf die een VPN heeft. Dan krijg je vaak een hardware token in je hand in de vorm van een pasje en een chipkaart erop. Je kan dan een reader doen, eventueel een reader die ingebouwd is in je Lenovo of Dell laptop. En die kun je dus gebruiken en daar zit dan uiteindelijk de key op. Hetzelfde principe, de bedoeling is dat je de key nooit uit die chip zou kunnen halen. Het is dan mijn private key van mijn certificaat en dat is om mij aan te kunnen melden in het bedrijfsnetwerk. Dat is dus de motivatie ook van HSM's, maar dan in het klein uitgedrold of een grote omgeving. Zoals ik net al zei, de CA heeft het laatste woord. Je kan van alles noemen wat opschrijven in je CSR-file. Maar uiteindelijk zal het beleid van de CA gewoon zijn,
I don't care, maar ik schrijf lekker op wat ik wil en hoe precies erin geïnteresseerd worden. Dus ook de opbouw van een subject DN, dat mag jij zelf bepalen, maar binnen grens. Het zal altijd overruled worden door de partij. Die partij bepaalt ook uiteindelijk wat het uiteindelijke hash-algoritme wordt voor jouw certificaat. Dus als het beleid is, we gaan naar SHA-2, dan wordt het SHA-2. Als de CA zegt dat is MD5, dan wordt het MD5. Dat is lukt met dat, maar ze bestaan nog steeds, certificaten die met MD5 zijn gesigned. Komt niet zo vaak voor, meestal hele oude besloten bedrijfsomgevingen die meestal niet bedoeld zijn om extern te connecten. Daar gaat het nog eens mis, dat je zulke soort omgevingen dus ineens online zet per ongeluk, want dat is handig. Dat is zo'n type certificaat die je zelf intern gemaakt hebt. Verder natuurlijk het serial nummer, dat wordt gewoon bepaald door de CA, daar heb je niks over te zeggen. Dan heb je nog het stukje, een root CA. En dan heb je subordinate CA's. CA's. Ja, dat valt dus tegen. Er zijn dus sub-CA's, de CA's die onder de CA vallen. Wat je geïnstalleerd hebt gekregen in je browsers, op al je laptops, zijn dus de root CA's. Bij Firefox kun je zien aan de hand, en ook op de Mac kun je zien aan de hand van dit kleurtje van dit icoontje wat bij dat certificaat zit, als je in je keychain kijkt, je keychain kunt af of in je certificate store, de view certificates optie bij Firefox of Microsoft. Dan kun je dus zien wat voor type certificaat het is, of het een root CA is of een sub CA. Op zich zeg je dat je een aantal type certificaten hebt. Meestal spreek je dan over een root CA, een intermediate CA en dan de uiteindelijke issuing CA. Die intermediate CA die hoeft er niet altijd bij te zitten. Er zijn dus CA's die gebruiken alleen maar de root CA om dus uiteindelijk te opereren. Anderen hebben een extra gelaagde structuur en die zeggen nou, maar daaronder heb ik pas een echte CA die dus met een heel ander beleid, bijvoorbeeld hoofdcertificates of persoonlijke certificaten uitgeven. Maar uiteindelijk komt het er in ieder geval op neer die persoonlijke of hoofdcertificaten, die noemen we in de vakterm een entity certificate. Dat het over de eindverantwoordelijke is, de entity van het certificaat, de eigenaar van het certificaat. En dat kan dus een host zijn, dat kan een service zijn, dat kan ook uiteindelijk een persoon zijn. Een AAC. Iets complexere hiërarchie kun je bijvoorbeeld hier zien dat bijvoorbeeld één CA besluit. Ik heb één root CA, die installeer ik op jouw browser. Maar ik heb nog allerlei intermediate CA's met dit soort type beleid en nog een soortje andere issuing CA's tussen nog meer intermediates en issuing CA's. Alleen die zie je niet automatisch. Die zie je pas later. Want als je naar een website gaat, dan zie je dat die certificaten bestaan. CA kan dus uiteindelijk zo'n hele hiërarchie vanwege wat voor beleidsmatige regels en wat voor type certificaten hij eruit wil krijgen, kan hij dus bepalen dat hij dus zo'n enorme hiërarchie nodig heeft. Inzichtelijk, soort van inzichtelijk, hier zie je bijvoorbeeld een certificaatchain die leidt naar mijn Terena eScience Personal CA. Daarvan zie je dat hij dus gesigned is door in Salt Lake City de User Trust Network. Een bedrijf dat Komodo heeft overgenomen. Dus uiteindelijk kun je zien dat mijn certificaat dus uiteindelijk ultimo gesigned is door het Komodo CA. Want er zitten er dus nog een paar partijen tussen, waarvan Terena dus een samenwerkingsverband is tussen allerlei academische omgevingen. Om nog even terug te pakken, dit is dus inderdaad mijn issuing DN. Dus je ziet in mijn certificaat zien dus mijn subject staan en ik ben dus gesigned door de Terena eScience. En dat is dus hetgene wat je dus daar in die lijst zal staan. Dat komt over. Diverse motivaties. Zoals ik al zei, de distributie verloopt namelijk via de root CA's. Er zitten ook sub CA's gedistribueerd in je browser. Die zijn er wat zeldzamer. Ik geloof dat de meeste zijn van roots. Maar het is een hele dure operatie om naar alle variaties van Linux distributions, dus uiteindelijk al die rules te gaan distribueren, want daar bouw je dus al je trust aan op, het hele vertrouwen van het hele mechanisme,
dat hang je dus aan de root CA's. Dus het is heel erg belangrijk dat die root CA's nooit gemanipuleerd zijn halverwege in het transport, dat ze altijd veilig naar jouw laptops en je computers toekomen. Dus daar wordt nogal wat van verwacht. En daarom is het een heel duur proces om dus in al die omgevingen dus uiteindelijk die root CA's netjes erin te krijgen. En als iemand dan dus inderdaad ook zoiets verkloot in root CA, als root CA, dan moeten ze dus uiteindelijk ook weer al die partijen weer weggehaald worden eigenlijk. Of worden geïnvalideerd. Het is een hele dure operatie, daarom zeggen ze al heel snel, het is heel erg lastig en vervelend werk. Nee, doen er heel erg veel moeite in om te checken dat jij wel een goede CA bent. Voor zo goed en zo kwaad als dat gaat. Neem niet weg dat je dus inderdaad CA's hebt kunnen verwijderen. Omdat ze bijvoorbeeld niet netjes hebben geopereerd, maar niet de hele root CA wegtrekken, want anders neem je die hele keten mee. Dat is dus een van de motivaties om dus te gaan beginnen aan sub-CA's in die hele hiërarchie. Dat je zegt, nou, voor een bepaalde tak, daar wil ik een branchje, daar wil ik het eruit halen. En dan pas, dat zorgt ervoor dat je dat vertrouwen niet brengt in de hele CA. En dan heb je nog het andere leuk stukje. Je wil het dus kunnen verwijderen. Maar je hebt dus ook nog zoiets dat heet ad hoc distributie van sub-CA's. Stel nou dat je alleen maar die root CA erin hebt zitten. Wat je nodig hebt voor de trust is die hele chain. Want de CA die werd die signed de sub-CA, die signed weer een sub-CA, die signed mijn certificaat. Andersom, mijn certificaat is ondertekend door mijn sub-CA. Maar sub-CA is ondertekend door die root. En dat is hoe dat hele spelletje qua vertrouwensband loopt. En dat hele signing en de signature controle. Maar, je hebt alleen maar een root geïnstalleerd. Hoe kan ik dan bij mijn hoofdcertificaat uitkomen op mijn eigen persoonlijke certificaat? Dat komt doordat je dus als je naar een server toe gaat. En dat kan je straks bekijken in het practicum hoe dat precies werkt. Is wel onderdeel van een van mijn cases voor zo meteen case uitwerking van de Diginota stukken. Is dat je dus uiteindelijk de keten die wordt doorgegeven, is dus of eigenlijk het certificaat wat jij ontvangt als je naar de server toe gaat, is dus het hostcertificaat. De sub-CA, die krijg je ook mee, nog eens een keer een sub-CA. En als de partij het slecht geïnstalleerd heeft, dan krijg je ook nog een root CA bij. Die root CA moet je negeren. Maar het komt er in ieder geval op neer dat dus de sub-CA's via de servers worden gedistribueerd. Het is niet dat je steeds naar een website hoeft te gaan van de CA en zeggen, nou klik download, klik nog een keer een andere file download. Want de ene was bij de UTM User Trust in Salt Lake City, de andere was bij Komodo in Manchester, dan moet je steeds naar al die websites gaan om je sub-CA's te downloaden en te installeren. Nee, dat loopt altijd via die hele server. Als je nu naar de DigiD gaat bijvoorbeeld, en je gaat inloggen, dat is ook een gelaagde structuur. De root, die heb jij geïnstalleerd gekregen, dat is de CA-root van de Staten der Nederlanden CA. Die CA, die heb jij gewoon geïnstalleerd, maar die sub-CA's die daaronder vallen, die dus weer gesigned zijn daardoor, die krijg je via de digid.nl website. Die server geeft ze aan mij. En daarom krijg je dus een verschil in het vlaggetje wat erbij staat in jouw browsers of in je certificatenstore in je browser. Daarom is het belangrijk om bij bepaalde tools dus uiteindelijk hier dit soort vlaggetjes mee te geven. CA file, CA search, CA dir. Ik heb net aan welke tool je gebruikt. De command line, bijvoorbeeld wat voor server systeem dan ook. En dat is dus inderdaad om dus als server zijnde, dus inderdaad de chain compleet op te sturen. Dan krijg ik als gebruiker alleen maar een hostcertificaat, maar ik heb geen idee wie dat ding gesigned heeft. In een of andere sub-CA. Geen flauw idee. En dat is waarom ik dat dus best doe. Dus het is wel eigenlijk wel heel grappig dat je dus als je kijkt nu in je browser store, dan zou je waarschijnlijk zien dat je niet 100 root CA's hebt staan, 190, maar dat er misschien wel duizenden sub-CA's tussen staan. Dan heb je nog zoiets dat heet path length constraint. Ook belangrijk om te weten voor zometeen met een van de case uitwerkingen.
pathlane constraint houdt in. Stel, je hebt, het is iets voor een CA alleen. En alleen CA's hebben deze feature. CA-certificaten. Als je dus een CA-certificate bent, sub-CA bijvoorbeeld, of voor route, maakt niet uit. Dan mag je aangeven met een getal. Ik wil niet meer dat, dat hierna nog een CA mag volgen. Hier zie je bijvoorbeeld staan in het certificaat van mij. Of eigenlijk in, die, in de sub-CA. Die mijn certificaat gesigned heeft. Staat hier CA is true. En dan path length is 0. Dat houdt in, hierna mogen we geen CA's meer volgen. Deze CA mag gewoon hardwired zo ingesteld dat je niet nog een keer een CA mag signen hieronder. Dat je tools, alles moet zeggen stop, half warning, error. Eigenlijk niet eens warning, maar error. Weg. Want er is iets mis. Dit is een stukje integriteit dat bij de staat de Nederlandse CA bijvoorbeeld er niet standaard in zit. En ik leef onze Nederlandse staat die het helaas dat stukje niet zo goed doet. De Belgen doen het beter. Altijd jammer om te zeggen, maar het is zo. Ze doen het beter. Je hebt bijvoorbeeld dat soort features wel. Alle moderne CA's die hebben dat soort dingen er wel zijn. Mocht die CA nou compromised zijn voor wat voor reden dan ook, en dan gaat ineens wild certificaten uitgeven, dan kan het in ieder geval niet nog een keer een CA worden, maar alleen maar certificaat uitgeven. Dus hier zie je nog een keer die. De case van sub-CA's en dan zie je dus inderdaad van nou, en mijn path length is 0, die zit dus op die laatste. En hierna mogen alleen maar normale certificaten uitgeven. Oké, Certificate Revocation List en Online Certificate Status Protocol. Ook wel bekend als CLS en OCSP. Tenminste, ik ben vooral meer bekend met de afkortingen dan de echte namen. Ik moet het altijd even opzoeken. CL is heel simpel, een blacklist. Het wordt ondertekend door de CA. En het komt er eigenlijk op neer, je hebt dus een hele lijst met serial numbers van al die certificaten die uitgegeven zijn. En dan sta je op de lijst, dan is het op zich niet goed met jouw certificaat. Dan is hij dus om een of andere reden ingetrokken. Meestal staat erbij dat het unspecified is, als het al überhaupt iets bij staat. Soms staat er een reden bij, dat is leuk. Als er bij staat wat voor reden dat is. Dan moet je een beetje filosoferen, waarom is dit certificaat ingetrokken? Wat is er gebeurd? Is die persoon geheim? Is het anders gebeurd? De CRL's zijn kort houdbaar. Denk aan een week tot een maand. Want die lijsten moeten gerefreshed worden. En anders krijg je dat automatische systemen. Dus die houdbaarheidsdatum gaan controleren. Dat ze denken, nou ik kan wel een maand wachten of 3 jaar wachten voordat ik het nieuwe ga ophalen. Niet wat je wilt. Nou, ik heb even deze een tijd teruggepakt, dus het is inmiddels alweer aardig veranderd. Maar je kan het dus inzichtelijk maken wat er in een CRL staat. Soms is het in het DER-format in plaats van in een PEM B64-format. Dan moet je dus nog het formaat nog even veranderen. Dat is bij deze niet nodig. En dan zie je dit soort dingen. Zo, wat zien we dan? We zien dan dat die list. Signed is, in dit geval heb ik een andere CA gepakt, omdat dat ineens wel prijs gaf wat er allemaal gebeurde. De Quo Vadis Limited voor Git gebruikt, dus mijn werkomgeving. Je ziet dat hij maar een paar dagen geldig is, dat is gezond. Je hebt tegenwoordig in de commerciële omgeving dat ze zeggen, nou laat maar lekker een maand of een week. Dus misschien minder veilig, maar wel handig, want dat drukt onze bandbreedte gebruik. Monetaire beslissing. Ik vind het een beetje jammer dat het een monetaire beslissing is voor mijn veiligheid. Maar oké. Dat ding heeft een loopnummertje. En dan zie je hier die certificaat. En dan zie je dus het certificaatnummer 1239. En die heeft als reden, dus X5943 CRL Reason Code, Key Compromise. Wat zou dat betekenen? Doe ze wel gok. Wat gebeurt er bij een Key Compromise? Hij heeft een key geleend. Hoe? Slechte hash. Eigenlijk is het antwoord een beetje lelijk. Je kan het niet echt weten. Maar
kan er inderdaad wel van uitgaan dat de key daadwerkelijk gecompromised is op een of andere manier. Het kan heel lullig gaan. Stel dat ik hem op mijn shared file systeem neerzet. En de beheerder komt erop. Maar gaat het al mis bij het inzetten op het shared file systeem hoor. Maar... Ik zet hem op het shared file systeem. Oké, okay, compromised. Yeah. Dit wordt allemaal eens door de ogen gezien in bepaalde omgevingen. Ik noem geen namen. Dat is op zich al een probleem op zich. Ik weet niet of iedereen bekend is met hoe veilig NFS is. Wat kun je doen met NFS? Ik heb nu wel één slimmerik achterin. NFS? Ja? Zei je? Is dat encrypted dan, NFS? Is dat encrypted dan, NFS? Vraagteken. Vraagteken. Nee, dat is al één. Dus je krijgt het al waarschijnlijk plaintext door. Een ander probleem van NFS is dus dat er diverse tooltjes, ik weet niet of iedereen weet wat backtrack is. Ja. Een paar mensen knikken. Goed. Backtrack, daar zitten bepaalde tooltjes in, dan kun je dus inderdaad de NFS zeggen, nou doe mij maar die ID en niet mijn echte system ID. Dat is een protocol dat ontwikkeld is van lang geleden en dit zijn van die verrassingen, dan kun je dus ook al zo'n key compromise mee triggeren. Als ik erachter kom dat jij dat op die manier hebt neergezet, dan trigger ik voor mij al gelijk een berichtje naar de CA. Meestal is het zo dat de file encrypted staat, de private key. Dan wil ik het nog wel door de ogen zien. Dat vind ik niet fijn. Als ik wel weet dat het een besloten NFS-omgeving is, oké. Als iemand dan ook nog eens een keer een NFS-omgeving heeft die public facing is, dan word ik niet verder. Als het dus een Kerberized omgeving is, dan vind ik het weer wat minder. Met Samba kun je ook hele mooie oplossingen maken. Maar goed, key compromise. Dat kan van alles zijn. Een persoon had ook daadwerkelijk gehackt kunnen zijn. Had een soortje virussen op zijn bedrijfslaptop. En tegenwoordig vinden banking trojans en allerlei andere systemen die dus uiteindelijk willen infiltreren in bedrijfsnetwerken, vinden het hartstikke sexy om jouw persoonlijke certificaat te krijgen. Want als ik mijn certificaat niet in een hardware token heb zitten, maar in een software token, of laten we even zeggen de keystore van Microsoft, of de keychain op mijn Mac, dan is het heel grappig. Daarmee zou ik misschien maar het bedrijfsnetwerk in kunnen komen. Dat is toegangscontrole voor mijn VPN, daar ben ik al in ieder geval achter de eerste firewall. Dus, dit vind ik altijd meestal erg spannend. Superseded is een andere geinige. Meestal betekent dat gewoon simpelweg, ik heb een andere. Maar voordat die verlopen is. Dus op dat moment van tijd kun je zeggen met een superseded, er is een nieuw certificaat of een nieuwe web aangemaakt en daarom is deze niet meer nodig. CRL-files zijn mooi, maar wat simpel en ze hebben een distributieprobleem. Je moet iedere keer die wat grotere files ophalen en je ziet allemaal serial numbers voorbij vliegen. Ja, je krijgt in één keer de volledige lijst van de CA's, je weet gelijk ongeveer hoe groot die CA is. Er zijn wat redenen waarom je misschien geen CRL's wil gaan gebruiken als CA's hebben. Het heeft te maken met vertrouwensband en zo. Daarvoor in de plaats heb je OCSP. Die heeft weer andere problemen. Maar dat werkt als een klein server systeem. Je stuurt een bericht, je krijgt een antwoord en dan weet je of jouw certificaat met het serial nummer dat je op hebt gegeven. Of die nou, wat er nou mee is, of die goed is, oké. Of dat hij het niet weet, dat is heel spannend als hij het niet weet. Dan heeft hij zijn administratie niet op orde, of er is iets anders geks aan de hand. Of je krijgt te horen, sorry, maar deze is revoked. Je hebt een aantal RFC's, de meest bekende is de 2560. Ik zeg bekend, ik snap dat het voor mij bekend is, maar dat iedereen deze dingen allemaal kan dromen. Ik heb hele vreemde dromen over RFC's. Nee, ja. Anyway, de 2560 RFC is dus de eerste beschrijving geweest van OCSP. Daarin hebben ze een aantal dingen hebben ze aan verbeterd en hebben ze een nieuwe RFC geschreven. Dit is uit een commerciële CA-omgeving bedacht eigenlijk. En dat is een lightweight variant ervan, high volume. En dat zit wat slimmer in elkaar. Dan moet je denken aan dat je je berichten anders gaat maken. Dan moet je denken aan dat je bijvoorbeeld
geen HTTP POST doet, maar een HTTP GET. Wat is het verschil? Post en GET. Eén zit een gegevens in de URL en de ander soort die van de naam. Heel goed. En wat is het voordeel daarvan? Dat het in de URL zit? Voor de mega-gegevens. Sorry? Voor de mega-gegevens, voor de mega close. Nee. Caching. Wat kun je doen met een post? Wat staat er in RFC voor HTTP? Wat betekent tot post? Die mag je niet cachen. Je stuurt data op en in principe moet je ze niet cachen en dan ineens het antwoord daarvan verwachten dat dat ineens iets nuttigs gaat worden van de post. Dat werd wel bij de eerste RFC prima toegelaten. Het stond er eigenlijk zelfs niet in gespecificeerd hoe je dat precies ging doen en transporteren. Het norm was een HTTP post. Dus wat krijg je? Allerlei vage hacks in squid caches en allerlei andere caching methodes. Om dus te zeggen, oh, een HTTP post. Nou ja, de spec zegt dat je het niet mag cachen, maar hoe gives a fluit? We gaan het gewoon lekker wel doen, want het is handig voor onze grote high performance omgeving. We willen namelijk veel uptime hebben en niet zoveel data transporteren en door ons hele systeem heen gaan. Met een HTTP GET kun je dat weer wel volgens de spec doen. Kun je gewoon off-the-shelf oplossingen kopen om niet dure gehackte systemen te nemen. Ik zeg gehackt, maar mensen geven dit gewoon, zetten er gewoon een prijskaartje op en verkopen het alsof het niks is. Het werkt anders. Er zijn ook allerlei elementen weggelaten, waardoor je dus inderdaad ook dat het prettig cachebaar wordt. De OCSP server die wordt gehost doorgaans bij de CA zelf. Maar je kan ook het uitgeven aan een andere CA of een andere partij. Vandaar dat jij die server maakt. Maar het zijn wel mijn gesigned berichten die bij die andere server staan. Dat is wel grappig hoe dat werkt. Dat zijn oplossingen voor. Wat je opstuurt in de request is dus zo'n serial nummer van een certificaat waar jij een vraag over hebt. De responder die antwoordt met een signed bericht. Eventueel pre-computed gesigned, want signing dat duurt een halve seconde of een paar milliseconden. Dat klinkt niet veel, totdat je dus inderdaad een grote CA hebt met 100.000 users. Of 100.000 users die services gaan gebruiken van Amazon, Google, whatever. Als die allemaal zo'n OCSP request doen, dan krijg je het uiteindelijk een beetje zwaar. Dus vandaar dat ze die dingen pre-computen. Dezelfde opties als, hè, waarom zou die nou niet goed zijn? Dat wordt dus een OCSP. Het is gewoon gekopieerd uit het CRL-stuk. En hier zie je ze nog even onder elkaar. Unspecified, key compromise, CA compromise. CA compromise. Dat is echt een foute boel. Er is een gespecificeerde statement over. Je kan dus netjes aangeven dat jouw hele business case, jouw hele business wet is. Ik snap niet waarom ze dat nog niet altijd doen. Ze zijn er heel haastig op, ze willen dat niet zo graag doen. Affiliation change, dus dat kan zijn persoon X gaat naar een ander bedrijf of dat soort dingen. Dus hij heeft een nieuw certificaat nodig. Superseded, cessation of operation, dus dat betekent meer zoiets van die hele tak van sport is verdwenen op certificaatgebied. Certificate hold, dit is een soort van nu even niet, tijdelijk eventjes on hold. Misschien dat iemand zijn creditcard, dat er iets mee mis is ofzo. Dan zet je hem even op hold, kun je het even uitzoeken. En het laatste is van hij is verwijderd van de CRL's. Want meestal is het zo dat een CA dus CRL's en OCSP doet, omdat niet alle tools OCSP spreken. Dit heb ik al een beetje verteld. Je gebruikt die kant, je encode, je request in base64 de URL. Dus daar komt dat stukje vandaan. Normaal gesproken stuur je een nonce. Een nonce is zeg maar een soort van random getal wat je verzint en wat je eenmalig gebruikt alleen maar voor deze transactie. Nonce. Het leuke van een nonce is als je dat nou, als je je hele request, als je daar een nonce in zou stoppen, zou die bij iedere keer dat je een nieuw request maakt voor dezelfde certificaten, krijg je steeds een ander request. En dan wordt hij niet meer cashbaar. Daarom hebben ze de nonce eruit gegooid en hebben ze gezegd dat hele ding is maar beperkt houdbaar. Dat is een antwoord.
Je moet hem ook vooral niet signen, want stel dat je hem zou signen, dat ondermijn je ook de capbaar. Dan heb je nog een andere leuke feature. Dat heet OCSP stapling. Wat we net hebben geschetst met OCSP, wat dus de standaard is, is dat je dus gaat vragen bij een CA, is dit ding nog wel goed of niet? Bij OCSP stapling laat je dat transport laat je over aan de website die je benadert. Een mooi voorbeeld is Cloudflare. Die is daar een keer mee begonnen. Als hele grote partij om OCSP stapling te gaan doen. OCSP stapling zorgt er ook voor dat je geen privacy leak hebt. Want ja, ik vraag nu aan de CA, die weet voor wie hij een certificaat heeft uitgegeven. Een interessante pagina met veel roze en allerlei andere vage dingen ofzo. Dat kan de CA dus zien, wat jij bekijkt. Dat is een privacy leak. Je wil eigenlijk alleen maar aan jouw website, waar je die benadert, kun je dus eigenlijk laten weten dat je naar die website gaat en checken of dat certificaat wel goed is. Hoe dat werkt met stapeling is dat die website-eigenaar achterlangs even een keer een vraagje stelt aan de OCSP-responder van de CA. Hey, doe mij eens even een validatie dat mijn certificaat nog steeds goed is. Die houdt hij bij voor een tijd. Dat is maar kort houdbaar. En dat statement transporteert hij iedere keer bij de client, bij de TLS server hello. Dus de server hello die wordt dus uitgebreid met zo'n OCSP stapled statement. Van het is nu nog steeds goed. Dat zorgt ervoor dat je dus inderdaad die privacy leak voorkomt. Nou, dit was inderdaad ook wereldnieuws en diverse andere partijen zijn uiteindelijk ook gaan beginnen te doen. Toen Cloudflare was een hele grote partij, ik weet niet of iemand Cloudflare A kent, B gebruikt. Iemand die het gebruikt? Okay, je moet denken dat het een soort van, daar kun je je website hosten en de extra service als je ervoor betaalt is anti-DDoS, features, want ze rammen er gewoon zoveel resources tegenaan dat jouw website niet te DDoS valt. Daar zijn ze redelijk bekend om geworden. Er zijn bepaalde activistische groepen die dat gebruiken, die motivatie. En de CA die daarvoor in samenhang was de Global Sanctie. Oké, wel heel leuk, maar nu hebben we eindelijk een certificaat, IPO. Then what? Waar let die browser nou eigenlijk op? Dat stukje hadden we nog niet eens benoemd. Je browser die volgt meestal het HTTP over TLS standaard. Dat is RFC 2818. Bestaat al sinds mei 2000, dat is nog erg oud. Kernpunten van het hele gebeuren is, je controleert dus twee waardes met elkaar die je gaat verwachten. Dus iets wat je dus in het certificaat terugvindt en ik heb de connectie gemaakt naar die server. Kan ik in het certificaat eigenlijk bepalen dat dat certificaat met die server wordt en andersom. Dat certificaat kunnen checken dat die betrouwbaar is met die hele CA checks en controllers. Kan ik daarmee nou uiteindelijk zien dat mijn connectie dus inderdaad is. Dus dat is eigenlijk een beetje de vraag die je daarmee wil beantwoorden. Die RFC die stelt, je begint met je TCP/IP handshake, je onthoudt de URL waar je naartoe gaat. Je doet daarna begin je de TLS handshake. Je ontvangt en verifieert dat certificaat, dus dat waren onderdeel van die andere slides. Dan ga je dat certificaat uitlezen en ga je kijken naar je subject altnames, die helemaal aan het begin van de presentatie geschreven werden. Dan ga je kijken, matchen, klopt het de DNS op de URL uiteindelijk met hetgene waar ik naartoe ga. Er zijn nog steeds CA's op deze wereld die de specificatie van mei 2000 nog steeds niet hebben geïmplementeerd. En die dus geen subject altnames in het certificaat doen. Ik vind het bar slecht. Maar goed, dan heb je maar één plekje. Je hebt namelijk de common name en dan kun je één URL of één hostname kun je opgeven als optie. En daar kun jouw client, jouw browser, kan dus die controle mee doen.
Een andere exception is, stel dat je zelf een browser of een client in elkaar hebt geknutseld. Dan kun je zeggen, nou ja, ik verwacht deze en deze keys misschien uit het certificaat. Als ik die heb gevonden, dan vind ik dat ook goed. Dus voorbeeldje met Twitter. Je gaat naar de https twitter.com. Dan zie je dat die al helemaal goed is. Maar ja, waarom is dat nou goed? Als ik het certificaat even bekijk van dichtbij, zie je dus staan dat die dus, dat het certificaat van twitter.com is. Het is gesigned door VeriSign en die is weer gesigned door VeriSign. En hier zie je aan de kleurtjes wat voor type CA dat is. En wat voor type certificaat. Hier zie je dus het oranje, zie je dus uiteindelijk, dit is de built-in. Deze krijg je als je dus Firefox of iets anders installeert, krijg je er gratis bij. En kan je er ook eventueel uittrappen als je er zin in hebt. Met moeite. Die blauwe die krijg je dus van Twitter zelf getransporteerd. En dan heb je het hoofdcertificaat waar het dus eigenlijk echt om gaat. En hij claimt dat die helemaal goed is. Nou, de CA's. Die kun je gewoon zien in je browser store. En hier zie je ook al de labeling built-in object token of software security device. Software security device is eigenlijk gewoon dit windowtje, maar met deze database. En die built-in object token, dat houdt in dat het dus die... dat die meegeleverd is in een soort van harde bank. Oké, nu heb je het certificaat. Dan ga je dus je OCSP request doen. Bij het antwoord revoked of iets wat erop lijkt, dan zeg je afkappen die verbinding. Nu gaat het niet meer goed. Firefox betekent het meestal waarschuwing geven of gewoon dat je zo'n rood scherm krijgt. OCSP responder kan ook zeggen unknown. Dat is een mooi grijs gebied. Hangt er maar net af welke browser je gebruikt en wat hij nou doet. Sommigen kappen hem gewoon af, anderen niet. Ik vind het veilig om te zeggen, als mijn CA niet eens weet dat dit certificaat ooit is uitgegeven, dan zal er wel iets mis zijn. Dan moet je eigenlijk stoppen. En dan heb je nog een andere sexy feature, dat is, even kijken. Je kan dus ook inderdaad een CRL downloaden, dan kun je hetzelfde doen. En de sexy feature is Chrome. De Chrome browser of Chromium denk ik ook. Heeft die ook? Nou, Chrome in ieder geval. Dus Google Chrome. Die heeft built-in fingerprints. Dan wel als blacklist, dan wel als whitelist erin staan. Dus je kan je voorstellen dat er zijn een aantal hacks gebeurd met certificaten. En tot twee keer toe is het Chrome geweest die ontdekt heeft, of Chrome gebruikers, die hebben kunnen zien. Dat er iets mis was, doordat ze naar de Google websites gingen en de Google omgeving die weet precies wat voor certificaten zij gaan verwachten. Ze weten precies, ik wil dat certificaat met die eigenschappen verwacht ik te ontvangen, want ik ga naar mijn eigen bedrijfsomgeving. Ik ben Google van Google en ik weet wat Google heeft. En als die dan een rood vlaggetje geeft van sorry, maar jouw hele certificaat is wel goed, maar niet degene die ik verwacht, dan is het dus wat mis. Straks meer over dat detail, hoe je dat nou voor elkaar krijgt. Er zijn dus op twee gevallen waar het is gebeurd. Ja, maar let erop, kijk je dus eigenlijk niet naar dit meldingje. Want wat blijkt nou? Als we wat dieper gaan kijken naar dit windowtje, is dit niet hetgene waar mijn browser checkt. Hier zie je die hele subject name. Daar waar mijn naam stond in die andere sheet staat hier US, Delaware, Private Organization, Twitter.inc, Twitter Operations, Twitter.com. Dit is die comment name. Maar dat is dus niet hetgene waar mijn browser als eerste naar gaat kijken. Want dat zijn die subject alt-names. Die staan hier onderaan. En hier zie je staan DNS name www.twitter.com en DNS name Twitter.com. Dus dat zijn er al twee. Dus of ik nou naar twitter.com in één keer intik zonder www ervoor of met, dat wordt mijn connection string. Want daar wil ik naartoe browsen. En dat is hetgene wat hij dus gaat vergelijken. En om nou te voorkomen dat mensen dus die dan wel www weglaten of niet, hebben ze dus deze twee altnames erin gezet. Omdat het certificaat goed is voor alle twee de connectieopties. Want ik ben lui en ik schrijf geen www ervoor. En dan kom je dus in ieder geval erop uit dat die check dus nu matcht.
Wat is uiteindelijk, ja, nog even een resume, de subject name, daar kijk je niet naar, je match die connection string daarmee. Dat is even als afsluitend voor het wat ja, spannende stukje, nog even een kleine overview. Aan de ene kant heb je dus je CA, je hebt dus je persoon die dus uiteindelijk met zijn aanvraag eventueel naar een RA gaat, die krijgt, geeft er een stempel op. De CA die signed en geeft dus uiteindelijk weer een certificaat uit aan de persoon. En anderzijds kun je dus ook zeggen dat die webservice dus uiteindelijk een client heeft, of een certificaat heeft. En de VA, dan moet je dus voorstellen dat het dus die OCSP of CRL's is eigenlijk. Dus dan doe je de vraag van, goh, ik heb hier dus het certificaat, is die nog wel geldig, ja of niet? En de CA die geeft dus aan welke certificaten er dus geldig zijn. Die populeert dus die OCSP. Dan krijg je iets meer luchtige informatie. Korte adempauze. Een aantal dingen die je niet moet doen. Ja. Dat is één. Gaat goed. De private keys. What is er mis aan mijn private key? Mijn private key is world readable. Whoops. De hele wereld kan mijn private key niet lezen. Kijk, die host certificate dus eigenlijk dus zo staat, prima. Maar mijn private key nooit doen. Want nu kun je hem pakken en je kan brute forcen wat de private key of wat het wachtwoord is voor de versleuteling van mijn private key. Je kan dus inderdaad gewoon offline dat ding gaan proberen te krijgen. Dat is echt nooit doen. En dan moet je echt mee opletten met installaties op je webserver. En ik zal ook zo even de volgende stellen. Dus mijn simpele stelling is, oké, als je dit doet, over. Ja? Vraag maar in die baan. Wat je moet doen, is het zo installeren dat je dus deze wel world readable hebt. Al moet ik zeggen, dat hoeft ook niet eens. Zet hem wel, niet als de user, maar als een root, weg. En dan krijg je dat, nou, kies maar een HTTP daemon. Naar keuze. Die dingen die starten altijd op met root privileges. En dat is aan de ene kant om dus de port 80 en 443 te kunnen binden. En als prachtig side effect hebben ze dus ook het lezen van de keys in die fase embedded. Dat doen ze allemaal. Dus die kunnen nu met rootrechten kunnen ze dus dat ding gaan uitlezen. En uiteindelijk draaien ze hun workers met de www of www data user. Of als je een andere service hebt, de Hadius server. Of als je weer een andere service hebt, verzin dat maar. Maar hetzelfde security principe wordt dus op allerlei type services wordt op die manier gebruikt. XMPP services werkt hetzelfde. Je houdt van chat via dat wat. IRC, hetzelfde. De random number generator is ook een mooie. Met Debian hebben ze geprobeerd allerlei compiler warnings weg te halen. Er was een of andere vage compiler warning die zei, ja, nou, dit is uninitialized value, ben je aan het lezen. Niet goed, je fix het. Dus dat hebben ze gefixt. En de signaturen van die fix zien ze vandaag de dag nog in bepaalde certificaten. En ik ben op zoek, zelf ook nog steeds op zoek naar die certificaten. Een sidelinks projectje gehad om dus inderdaad download all the things. In dit geval download all the certificates een keer te doen. Aardig. Het duurde ongeveer 2 weken voordat het hele internet in IPv4 zeg maar afgescand hadden. Dat is wel een uitdaging. En we proberen dus inderdaad dit soort Debian foutjes tegen te komen. Zodat dus de compiler warning zo mooi weggewerkt, dat dus het uninitialized value, dat was dus een deel van de random number generation. Als je met je muis beweegt of iets anders, ze pakten gewoon een stuk wild in het geheugen, ging je dat gebruiken als stuk om dus de random number generator nog meer random te maken. Doordat ze dat allemaal weg hebben gewerkt, was die heel veel minder random geworden. Zoveel minder random, dat je dus, als de server dus aan het booten was, en je had een andere server aan de andere kant van de planeet, die ging ook booten ongeveer op dezelfde tijd, kan je uiteindelijk uitkomen op gesynchroniseerde keys. Dus er zijn meerdere mensen die dus private keys, public keys hebben die, als je er terug gaat herleiden, hoe ver was die in de number generator nou berekenen, dat ze redelijk overeenkomen met elkaar. Zijn patronen in te herkennen. Dat is wel aardig als je daar dus je banking oplossing op baseert.
Een andere leuke om een beetje bij te houden, is niet helemaal wat je niet moet doen, maar vooral wat je wel moet doen. Alhoewel. Een van de cijfers die men nog wel eens overslaat, is de nulcijfer. Wat doet de nulcijfer? Ja, is helemaal niks. Maar hij zit er wel heel vaak in. Cijfer suites zijn belangrijke onderdelen om op te letten. Als je dus een webserver instelt. Stel dat je een beetje een oldschool webserver hebt en daar kan geen moderne cijfers aan nog, dan is dit de meest geprefereerde optie. Want je hebt ook nog zoiets als een beast attack. En dat ga ik niet uitleggen, een beetje lastig. Het komt erop neer dat je dus je data, dat je een stuk unencrypted data hebt en een stukje encrypted data. En je kan herleiden hoe die, wat je nou verstuurd hebt. En daarmee kun je voorspellen wat je volgende data is die je kan versturen. En dat principe werkt met een aantal cijfers. Voornamelijk degene die het meest populair geacht werden, het meest veilige. En nu zie je ineens dat RC4, iets wat volgens de Amerikaanse overheid, dus Department of Defense en zo, die zeggen je mag geen RC4 meer gebruiken, wat een beetje onzin is. Dus het moet niet helemaal aangetoond dat hij onveilig is. Maar goed, die cyber suite, als je dus een keer Apache of Nginx of iets anders installeert, moet je echt op letten. Want standaard doet hij de nul cijfers wel. Zeker oudere Apache instances die hebben geen specifieke lijst van cijfers gekregen. En dan moet je er echt op letten dat die nul cijfers gewoon niet eens aan bod komen. OpenVPN die gebruikt dit als een feature. OpenVPN is gebaseerd op SSL TLS in plaats van IPsec en dat soort dingen. Dat is gewoon een feature om een packet in een packet te kunnen doen. Dat is het hele principe van VPN. En als je dus inderdaad je de snelheidsoverhead van de encryptie even weg wil halen, de overhead van de encryptie, dan kun je gewoon een nulcijfer configureren. Dit is een feature, maar dan heb je ook geen encryptie. Dus je moet niet verwachten dat je ineens safe bent ofzo. Ik kan zien wat jij dan internet. Dat is leuk. Dus dit is zeg maar, ja, let erop waar je het voor gebruikt. Wat je verder ziet met de TLS 1.0 server is dat RC4 SHA-1 en alleen maar high, dus dat houdt in de, dat is een verzamelnaam, waar OpenSSL deze dan, dit is OpenSSL gebaseerd bij GNU TLS, dus ik ken het even anders hoe ik dat moet opgeven. Het komt erop neer dat ik accepteer en vooraan zet RC4 SHA, dan moet je denken aan SHA-1 standaard. Toen er SHA was er geen SHA-2, dus het was gewoon SHA. Alleen maar high-cijfers, dus alleen maar moeilijke dingen, maar begin vooral hiermee. En meestal moet je dan denken, RC4 werd ondersteund, in ieder geval in Windows 2000 al, 98, RC4. En, maar dan met MD5, pas vanaf Windows XP zijn ze RC4 SHA gaan doen. Soms moet je echt inderdaad aan legacy denken, helaas. Dat is echt heel erg jammer. Stel je hebt een modernere server, dan kun je ineens gaan denken aan de elliptic curve. Dus kun je een hele andere variatie van cijfers gaan gebruiken. Wat het precies inhoudt, zal ik even overslaan. Het komt erop neer dat je hier één cijfercombinatie hebt met weer een andere. En dan uiteindelijk uitkomt op RC4. Alleen maar andere high crypto als je dit allemaal niet kan. Geen MD5, nooit niet, en ook geen nul cijfers en ook geen EDA. Daar heb ik even wat voor staan. Maar ja, dit is wel belangrijk. Duck Trust. Zou het iets Diffie-Hellman of zo? Dat is een Diffie-Hellman variant, maar ik weet even niet precies welke. Duck Trust. Echt een hele briljante case. Dit was eind vorig jaar, december. En Turk Trust is een CA in Turkije. En dan moet je dus denken dat dit dus de taak heeft van wat DigiNotar had. Wat? DigiNotar is de overheid de facto in Nederland geweest. Turk Trust is dat nog steeds in Turkije. En heeft het een beetje zwaar gehad de laatste tijd. Wat we hier zien is een weergave van een certificaat dat wederom werd opgevallen door een Chrome-gebruiker. Hij ging naar iets met google.com.
mail.google.com, www.google.com, whatever. Of een van de andere subject objects die hier geconfigureerd zijn in dit lijstje. Zijn er nogal wat? Inclusief, even kijken, staat .nl, ja, hier staat niet. Sterkje.google.nl. Ik heb zelf een hekel aan wildcards. Het kan wildcards gebruiken. Het werkt niet zoals je denkt. Het is geen regular expression. Het is ook geen file expansion of zo. Het werkt een beetje vreemd. En het heeft als nadeel dat als jij zegt ik heb mail.example.org. En je hebt sterretje.example.org voor je www-server bedacht. Dat die ook werkt op je mailserver. Stel dat je mailserver wordt gecompromised, maar je webserver niet. Of andersom, je webserver, tegenwoordig wordt gangbaar. Je webserver wordt gecompromised en je mailserver niet. Eigenlijk heb je dan zeg maar de key weer dan verloren voor alle twee de servers. Stel dat je één certificaat, ja je kon één certificaat kopen, lekker goedkoop. En nu twee servers gebruiken. Ja, had er wel rekening mee, want de implicatie is hiervan als je zo'n keuze maakt. Anyway, Google gebruikt het niet altijd, wel regelmatig. En deze Turkse gebruiker, die wou naar Google toe. Maar die zag ineens dat ze geen VeriSign of een van die andere partijen gebruiken. Maar dat er nu deze partij tussen zat, iets Turks. Die had ineens zijn Google certificaat getekend. Het is niet een bedrijf dat Google host of iets mee doet. Ze hebben absoluut geen zakenrelatie met die instantie. Maar je zag ineens dat dit certificaat naar boven kwam. Het certificaat werd, zoals je hier ziet, is hier uitgegeven op 6 december van dat jaar. En ik geloof dat de gebruiker in kwestie op 12 december aan het internet was. En ik geloof niet dat hij die tijdsdingen erbij had begrepen. Maar je moet je voorstellen dat het toch op zijn minst wel erg confronterend is als je een heel groot rood scherm ziet als je naar Google wil gaan. Dit certificaat is dus goed voor sterretje.google.com. Uiteindelijk via de tweede common name controle. De eerste check is de subject altnames. En hier zie je staan sterretje.android.com, app engine, sterretje.appengine.google.com, cloud.google.com, you name it. Er staat ook nog een Chinees ertussen,